Wat ga je allemaal doen vandaag? Nou, ik ga jurken passen. Ben je een beetje zenuwachtig? Ja, ik word al zenuwachtig, ja. Ja? Ja. Nou, ik zie al heel veel mooie jurken. Ja, ik ben hard en druk bezig met uitpakken. Ja, ik zie al echt wel heel veel leuke dingen, hoor. Ja? Ja. Nou, denk je dat je eruit gaat komen vandaag? Nou, ik hoop het wel. Ja? Oh, ja, het komt nu dichtbij, hè? Je zult zien als je het aan hebt. Ja, dus, precies. Ja, het komt nu wel heel dichtbij, ja, hou natuurlijk. Maar op. 7 nachtjes slapen. 7 nachtjes slapen en dan zitten we op de rode loper. Ja. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd. We gaan zo meteen wat filmen en kijken of het allemaal staat. Ja. Ja? Nou, goed. Spannend. Graag passen. Of dat je zegt van, nou, dit springt er helemaal uit. Nou, kijk hoor. Ja, lekker rustig kijken. Ik vind dat met die glimmetjes sowieso wel heel erg leuk. Dit is een hele lange, hè? Ja, dat is wel echt de lengte die misschien dan iets te lang is, maar daar kun je zeker wat aan doen. Ja, het is dus wel oké om de enkel te zien. Ja, maar ja, uit de onderbeen en kuit wordt te kort. Ja, ja. Voor de brie wel een briefing gehad, toch? Nou, ik wil eens even zo maar nog eens proberen. Welke wil je proberen? Die rode ja, deze? Ja, die rode maar. Oké, okay, ja, is goed. Even kijken. Ik heb nu 2 maten. Waar ga je? Heb je het afgemaakt? Ja. Want hoe voelt hij op je lichaam? Voelt ja, lekker. Voelt lekker, fijn? Ja. Geen ja, last van de glittertjes of... Nee. Nee, geen prikken. Nee. Loop misschien een stukje, dan weet je wat de ruimte is of zo, weet ik het. Dat is wel goed dat je dat zet. Ja, straks zit je misschien helemaal te strompelen omdat die jurk... Dat je in passen dat je zo, nee, dat je zo loopt, weet je, al tegen die jurk aan. Ja, weet jij het. Wel goed, wat zeg ik hoor. Het is wel heel mooi. Ja, ik vind vooral die combinatie van het rode met dat gouden vind ik wel heel bijzonder. Dat vind ik wel heel leuk. Ja. Want als je een beetje in de zon ligt of met het licht van buitenaf ziet, zie je echt wel die rode gloed erop, ja, hoor. Nou ja, dat vind ik al wel een hele grote aanrader dit. Maar, mijn buik? Ja, staat er leuk op, hoor. Zeker doordat, ja, ik weet niet hoe dat allemaal heet, jongen. Ja, ik vind dit ook mooi. Dat ja, dat. Zo, ja, dat is zo mooi. Als je zo voor je staat, dan zou je niet zeggen dat je eigenlijk al zo toe te hebben. Nee. Wat? En dan haal mijn op mijn rug. Even eerlijke mening. Ja, ja, zit helemaal goed. Ja, dat ja, staat goed. Dus daarom heb ik dus gehad die hoge slips aan, want als je die laag hebt, dan is het echt een slaap. Ja, dat is echt een slaap. Ja, nee, dat is ideaal. Je hebt eigenlijk gewoon al precies ja, het goede ondergoed. Ja, het is geen mooi ondergoed om zo te zien, maar het is wel heel praktisch. Maar nee, het zorgt er ook voor dat eigenlijk alles een beetje... En het zit lekker. Het en het zit lekker, ja, ja, precies. Ja. Want ik heb dus mijn navelkwels uit, dus dat is gewoon mooi. Dan heb je echt zo'n... Ja, maar, ja, dat moet echt strak zitten. Ja, precies. Maar dit is echt... Ja. Ja, dit is al wel een hele leuke optie. Uiteraard. Gaan we even foto's van de zijkant en de voorkant en de achterkant doen. Ja. En misschien alvast even de schoen eventueel erbij. Ja, als je de zijkant zou willen laten zien. Nou, dat is toch wel een hele leuke eerste jurk. Ja, top. Echt mooi, Linda. Nou, super. Ja. Hier hebben we. Kijken. En dan kunnen we eventueel hier nog met een veiligheidsbeltje het wat dichter maken als je dat fijn vindt. Ja, is op zich nu niet nodig. Nee, maar meer als je het zelf wil zien. Ja. Het kan gewoon met een klein speltje of een stukje kant gewoon vast. Dan hoef je ook niet bang te zijn dat dit verkeerd valt of zo. Ja, precies. Dus dat maken we die optie niet separaat zitten. Nee, het valt nog wel meer. Het is niet zo dat het helemaal... Heb je geen tape opplakkers nodig? Het zal alleen meer moeite hebben, want het is heel bloot. Ja, maar die gaat ook tape opplakkers gebruiken. Ja, die gaat echt boep tapen. Ja, dat is wel lachen. Ja, oh nee, dat is hoef ik niet zo. Ja, top. Ja. Even de knoopjes en de ritsen. Lachen. Hé, maar straks als je bevallen bent, dan passen die jurken je allemaal makkelijk. Ja, dat is het probleem. Daar heb ik niks meer aan. Hoi. Hoi. Nou, laat maar eens even zien dan, hè? Nou, dit zijn wielerschoenen. Kijken. Ik heb het zelf. De man moet straks even voor de grap aan, dus we zitten echt als pantoffels. Nou, ik heb al gedacht, als ik nou bij dat gala echt niet meer kan lopen, dan wisselen we even van schoenen. Ja, dag. Ja, ze zijn wel heel chic hoor, Jul. Van wie zijn die? Die zijn van jou, denk ik, hè? Ja.
Deze oh, mooi. Ik vind dat bandje zo midden op de voet ook mooi. Ja? Ja, dat vind ik juist heel mooi. Ik vond het eerst niet zo, maar... Oh ja, dat vind ik juist wel mooi. Ik had ook die andere schoenen gepast, maar er zat echt zo'n hoge hak onder. Ik dacht, nou, ik voelde al gelijk van, dat lukt me voor 3 minuten en dan ben ik er klaar mee. Ja, dat is zonde. Dan ga ik als een platvoet lopen, weet je wel. Ja, dat is zonde. Ja, dat is goed. Maar ik dacht dus, Jules heeft natuurlijk van die varkens op de tenen. Nee, nee, nee. Dus met zo'n open teen zie je dat natuurlijk. En nu zie je dat niet met die dichte schoenen. Nou, laten we eens even zien, hè? Oké, Lilia, ik ben er maar eens een beetje. Ja, ik zie het. Ik zie jouw hele hoofd ook niet. Die valt helemaal weg in de zon. Hè? Ik wilde wel iets van een hakje eronder. Ja. Anders is het ook niet echt... Nee, dat hoort wel, hè? Nou, dat is normaal, joh. Ik weet niet of jullie dat hoorden. Nou, ik hoorde het wel. Ik denk het wel. Dat was Anne. Dat iedereen denkt dat papa het was. Ja, precies. Dat was zo'n knaller. Ja, heel mooi. Maar dan moet je er even op lopen, Marleen. Anne, wil je even de deur dicht doen? Ik moet dan even die andere deur. De bijkeur deur. Of die deur. Dankjewel. Maar we waren ook echt 5 minuten binnen bij de... Ja, toen hadden we gelijk al. Mogen nu ja, dus dat is wel fijn dat je bij je winkel hoeft te kijken voor schoenen. Dat je daar... Ja, ik had van Zijla al gehoord dat zij daar ook goed geslaagd was. Dus toen dacht nou, ik van... Ik voel me best wel tegenvallen. Ja, want ik moet gewoon iets met zo'n bandje of zo. Huh? Ja, anders dan schuif je eruit. Ja, niet van die instappers. Nee. Nou, in Duitsland, Duitsland trouwens niet. Maar ze zal in Limburg... Die brengt toch altijd de kinderen overdag naar school? Dan heb je toch ook wel winkels? Van Hara. En nu moet je er nog op lopen. Maar die zijn niet zo duur. 25 euro deze schoentjes. Okay. Per stuk. Per paar neem ik aan. Die pyjama nog aan. Nou, hartstikke leuk wat Marina aan heeft. Dat toch gewoon zo? Ja, vind ik ook leuk. Heel mooi. Maar het is ook wel leuk. Nou, ga maar even een stukje lopen met... allebei. Want ik wil even kijken hoe dat gaat als jullie op die hakjes lopen. Ga je dat wel, jullie, ja? Nee. Ja, nou, dan moeten ze wel even oefenen. Dat is heel lekker, hoor. Ja, dit is gewoon zo. Je moet de ene voet voor de ander zetten. Je moet elegant lopen. Ja, eigenlijk zo lopen. Kijk maar eens. Ik... Je moet niet dat de boer arms op die... Je moet eigenlijk zo met die klutsch zo in je hand. Met die klutsch zo in je hand. Maar wel weer die mooie rode kleur. Ja, die is wel heel mooi hoor. Daar had ik wel eens een BH onder kunnen doen. Oh ja, ja. Inderdaad. Maar... Ik lijk daar waarschijnlijk ook wel weer zo'n... Ja, de jurk die je nou hebt, die geeft wel jouw figuur heel mooi weer. Ja. Ja. Zo'n jurk zocht ik wel. Ja, wij hebben dan een beetje BH-stress onder Marleen's jurk, dat is het probleem. Nu zitten we naar andere jurken kijken, maar ja. Eigenlijk wil ik ook weer geen andere jurk. Ja, ook weer andere prijzen, hè? Ja, dat ook. Ja, je wil wel weer een beetje de kleur wat Julia nou ook heeft, anders dan wordt het helemaal... Nou, ik vind het best wel meevallen qua rode kleur. Nee, jij hebt denk ik een beetje dat, zo'n soort kleur meer, of niet? Daar op de hoek. Dat is wel mooi. Oh ja. Het is het formaat dan? Het is helemaal niet lang. 38. Dus, oh. Maar het zal wel misschien meer enkel model zijn en niet lang. Leuk om met die schoenen eronder. Ja, echt hè? Wat kost die dan? 160 euro. Hoeveel? 160 euro. Oké. Okay. Dat is toch 120 euro meer dan een jurk nu. Ja, maar ja, nu heb je straks net zoveel geld uitgegeven aan een BH uiteindelijk, denk ik. En een hoop stress hebben we ervan. Ja. Ik ben wel geslaagd. Dit is ook mooi, en de voorkant kort en de achterkant lang. Ja, maar voor black tie mag het eigenlijk weer niet, hè? Mag je niet kort? Ik hoorde jullie verder op. We zijn alweer naar een andere jurk aan het kijken, Jules. Ja, ze hebben wel heel veel moois. Ja, het is dinsdagavond. En ze komen op je jurk passen. We kunnen een half uurtje eerder. Oké. Dat is het heel erg. Galit en Sofie, dat is ook zo'n talkshow. Staat. Dus, ja. Nee, zonder Galit. Ja, zonder Galit, want ja. Sofie is er geen bed. Of niet? Oh.
Maar ik wou toch niet. Oh. Nee, en dat is half negen bed. Vorig week dus nog niet. Dus dat hebben we er nog tussen gekregen. En toen dacht ik wel van oké. Ja. Ja. Nou, niet van alles te mag. Ja, wij moeten ook allemaal oppassen regelen. Natuurlijk. Ja, ja. Die kleintjes hebben daar ook last van. Ja. En, maar morgen zijn de oudste jongens thuis. Die gaan nu niet naar de studio staan. Die gaan de kunnen dan niet meer. Ja, precies. Dus die passen hier op. En, ja, dat is echt ideaal. Wat ben je druk aan het doen? Nee. Veel energie nog niet doen. Is dit de jongste? Dat is de jongste. Ja, ze is anderhalf. Ja, in de buik is de jongste. Ja, ja. Ja, precies. Dat duurt nog even 2 maanden. De jongste die rondloopt. Ja, precies. Ja, dat is, liggen we dan 2 in bed. Ja. Met tenminste even aan het. Ja, ja, slaap erbij, ja. En dan, en de oudste zie je dus zo nog, mijn dochter, want die komt, komt even kijken. Oh, ja. Een specialist, maar die komt eraan te vieren. Weet je wat voor je? Marleen. Oh, ja. Ja, precies. Die heeft boeptape besteld en het is hier binnengekomen. Dus oh, dan zie je dat ook. Oh, ja, die heeft natuurlijk zo'n halte top. Ja, dus die Niet zei dat hij zei en zij heeft nog niks nodig. We zaten wel te pesten, maar ze wil nog geen BH en string. Nee. Maar Marleen die heeft een jurk, die is aan de achterkant vrij laag. Ja, want wat je ook doet, of je een strepless doet, maar nee, zij ziet dat. Aan de dus zij heeft het besteld, maar laat ze dan hier komen, dus die moet dat nog afhalen. Ja, oh leuk. Maar dan pak je wat er ligt van haar. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is van Marleen inderdaad. Nou, maar dan ben ik wel benieuwd hoor. Want, nou, vertel, ja, toch nog zoiets van de... Ja, nou, duidelijk van het rekje wat de vorige keer hadden. Ja. Want degene met de meeste witte is jou het meest aansprak. Ja, dat zeg ik even wel erg leuk. Ja, maar dat is zo'n extra van dat. Ja. Dat vind ik wel heel leuk. Maar het leek mij wel verstandig om dan even een rekje vol met glitter te geven. Dat je daaruit kan kiezen. Ja. Sowieso wat je mooi staat, dat je ook een strakkere variant hebt met glitter. Om te kijken hoe dat dan is rondom je buik. Ja. En kijk, ze vindt het ook mooi. Ja, dat geloof ik wel. En ook verschillende soorten kleurtjes. Dat je wel, we hebben natuurlijk ook onderzoek gedaan naar hoe de gemiddelde eruit ziet. En dat wordt echt wel flink uitgepakt. Ja. Oh ja. Zo, wauw, wat glitter jij, joh. Je glittert helemaal op die camera, joh, hé. Ja, het is wel heel mooi. Vind je dit, is dit niet een beetje Nee, samen? Helemaal niet. Nee, hoor. Het is te prachtig, die glitters, joh. Wat mooi op die camera. Ja, ze doet hem wel iets meer dichtmaken, hè. Even kijken. Oh ja, ja. Stoer, hè? Ja. Ja, en ik vind mijn bochel, dit vind ik niet zo mooi. Alleen nou op, echt serieus. En die moet naar binnen. Ja. Ah, dat is mooi hoor. En dit vind ik, dit bultje, dat is niet van een rolletje van mij, maar het valt een beetje. Oh, dat. Ja, maar dat kunnen ze wel een beetje vermaak, schat. Dat is die jurk, man. 1500 euro. Ja, dat is wat. Ja. Ja, ik wil het wel even zien natuurlijk. Ik wil wel even weten waar zit het verschil. Specialisatie niet hoor. Nee, en het is aan de goede kant. Ja, ik vind het wel een mooi stuk been, want mijn been heel mooi. Ik vind het heel mooi. Ja, ik vind hem ook mooi. Deze is echt heel mooi. Ja, die is wel heel mooi. Maar wat moet je met je BH doen dan? Ik heb strepless gekocht, toevallig. Oh, mooi. Dus dan heb ik een BH zonder bandjes. Die haal ik eraf. Oh, super mooi. Nee, je kon dus niks mis mee. Echt niet. Ja, ik heb dat gevoel dat dit breder is dan dat. Nee, schat. Ja, maar je bent zwanger ook, hè. Ja. Kom op, joh. Je ziet er prachtig uit. Oké. Okay. Echt ja, ik vind het heel mooi. Ja, ik vind deze wel mooier dan die andere. Ik ook. Ja. Oké. Okay. Oh, die verlegen glimlach. Oh. Ja, ik was er heel verlegen van. Zo lief altijd. Dus ik had zo lief bij jou, dat verlegen glimlachje. Ja. Mama is inmiddels een jurk aan het passen. Ik wist niet of ze nou eigenlijk al een jurk had of zo. Nee, ja, ze had. Dit is haar 2e keer dat ze nu al gaat passen. En dit is haar 3e jurk die ze gaat passen nu. Dus, en ik weet niet wanneer ze klaar is. Maar heel veel jurken staan er in ieder geval heel erg mooi. Alleen, het is natuurlijk ook met hoe het zit en zo.
En het moet ook een beetje bij Marlene en ik passen. Want als dat niet bij elkaar past, dan bijvoorbeeld zij in heel veel geel gaat of zo. Dat past echt niet bij een beetje donker, zeg maar. Dat past echt niet bij ons. Ja, eigenlijk vond ze het toch niet zo lekker zitten. En ja, ze was het halve aan, dus dat ga ik natuurlijk even niet filmen. Ik ga zo trouwens ook naar bed. Ik weet niet of ze nu nog een jurk gaat passen. Maar de jurk die ze tot nu toe het fijnste vindt, is wel de blauwe. Dus ik denk wel dat ze de blauwe gaat nemen. En die vind ik eerlijk gezegd haar wel het mooiste aan. Dus ik hoop ook dat ze de blauwe neemt. En ik denk ook wel dat ze de blauwe neemt. Superleuk. Nou, Linda. Die lampen aan. Ja, maar anders heb ik heel slecht beeld, sorry. Lieve Linda. Ze zijn net weg met die jurkjes. En wat is dat uiteindelijk geworden? Ik dacht echt helemaal opnieuw het huwelijk ging vragen of zo. Ja, echt hè? Nou. Lieve Linda. Nee, ja, maar ik ben wel een beetje verliefd op je weer. Ja, mooi hè? Ja, die vind ik echt heel mooi. Ja, die is het geworden hè? Ja, ik vond me echt heel mooi daarin. Ja, mooi. Nou, dus deze gaat ze dragen tijdens het gala. Ja. En hakken. Super Linda. Huh?